zijn op dit moment bezig met de installatie van tilhulp in de bagagehal op Schiphol. We willen eigenlijk op elke werkplek, carousel, letrol voor laden en lossen, waar een koffer getild wordt, een werkende tilhulp. Nou, dat doen we omdat we de fysieke belasting van medewerkers willen verlagen. Nou, het unieke hier op Schiphol is dat we eigenlijk als eerste luchthaven ter wereld op zo'n schaal op elke werkplek een tilhulp installeren voor de medewerkers. De tilhulpen zijn niet kant-en-klaar in te passen in de complexe omgeving van de bagagehallen. Dat betekent dat voor elke tilhulp bijna wel een aanpassing nodig is. Denk aan het aanpassen van sprinklerinstallatie voor de brandveiligheid, verschillende hoogte in stoepen en verschillende hoogtes in het plafond. Hier zien we een staalconstructie waar we niet doorheen kunnen. Daarom hebben we de rails van de tilhulp moeten inkorten. Bij de installatie van tilhulpen moeten we ook goed luisteren naar de wensen van gebruikers. We hebben er soms bewust voor gekozen om de installatie uit te stellen. Dit om de tilhulpen beter te laten aansluiten bij de wensen van collega's. De operatie gaat gewoon door gedurende de installatie van de tilhulpen. Dat betekent dat we af en toe moeten passen en meten om de werkzaamheden dan wel in de nacht of overdag plaats te kunnen laten vinden. We willen in de mei- en de zomervakantie natuurlijk voorkomen dat werkplekken buiten gebruik moeten worden om tilhulp te installeren. De rest van het jaar blijven we ons onverminderd inzetten om alle werkplekken te voorzien.